Bound in linen, a term that conjures up an image of historical books for many people. Modern books bound in linen also exude quality and excellence, books that should be displayed in the bookcase. A quarter of all the books in the world is bound in linen by Van Hieck Scholko International in Lhasa. A remarkable achievement, especially as the once glorious textile industry in Twente has all but completely disappeared. Today's company of Van Hieck Scholko International also has little more to do with the renowned textile barons Van Hieck and Scholten from the last century. Het is natuurlijk eigenlijk al ontstaan vanuit de industriële revolutie, eind 18e eeuw. Textiel is eigenlijk de meest basale industrie in de wereld. Wereldwijd werken daar ook nog de meeste mensen. Alleen helaas in Nederland constateren we dat er nog ongeveer 6000 mensen werken in het textiel. Waardoor is het ontstaan? Eigenlijk in het verleden is door de eigenaren onvoldoende geïnvesteerd in bedrijven, onvoldoende nieuwe producten gecreëerd. En dat heeft eigenlijk gemaakt dat ze onvoldoende konden concurreren in de wereld. Daardoor is gewoon een hoop werkgelegenheid verdwenen helaas. En wij proberen als Van Hieck door sterk internationaal te werken, sterk te richten op nieuwe producten, nieuwe markten, om de lange geschiedenis die dit bedrijf heeft, om die verder voor te kunnen zetten. Het is een van de 13 industriële monumenten in dit land, omdat het in feite nog alle facetten van een oude textielfabriek laat zien. De watertorens, de bunkers voor de kolen, de stoommachine gebeuren. Hier liep vroeger een rails doorheen met de kolenwagons. Dus eigenlijk is dit nog een compleet bedrijf zoals je dat kunt zien, zeg maar 100 jaar geleden. En dat willen we graag voor ons nageslacht bewaren. In the meantime, the textile industry in Twente has taken on an entirely different nature. Today it is characterized by a number of manufacturers of innovative and technologically high quality materials, as well as highly specialized textile products. Van Hieck Scholko International is one of them. Van Hieck Scholko Textiles is een bedrijf wat textiele omslagmaterialen maakt. Die maken wij in een veelheid van producten, zowel natuurlijke omslagmaterialen, gekoten omslagmaterialen. Hier is eigenlijk een voorbeeld van het allereerste begin van de fase, het garen, wat wij kopen van derden. Dit is het echte traditionele vlasgaren, waar dus echt het ouderwetse linnen van gemaakt worden. Hier zien we daar uiteindelijk een voorbeeld van. Er worden prachtige kunstboeken van geproduceerd voor musea. En dit heeft, vind ik, een bepaalde uitstraling en een bepaalde chicheid. We hebben ook materiaal, bijvoorbeeld van een combinatie van katoen en linnen. Daarnaast kennen we bijvoorbeeld een gekoot materiaal, dus een polyester katoen waar een watergedragen acrylaatcoating overheen zit, die een aantal keren gestreken wordt en geklanderd wordt. Een boek, ook heel bekend, The Lord of the Rings, ook gebonden in linnen. Dit is een viscose. Viscose is een materiaal wat gemaakt wordt van beukenhout. Dus het heeft helemaal niks met katoen of wat te maken, maar het wordt gemaakt van beukenhout wat vermalen wordt en vervolgens uitgespoten wordt. Van Hieck Scholko International is unique as the only company in the world that houses the entire production process from weaving and knitting to finishing in its own plant. Hier zijn we aan het begin van het proces. Nadat het garen dus binnengekomen is in het garenmagazijn, wordt het opgestoken op een scheerkriel. Dat zien we hier. Draden worden doorgehaald, worden geleid en gaan naar de scheermachine toe. De scheermachine, elke koon vertegenwoordigt een draad in het weefsel. En een aantal van die draden samen maken een scheerboom. En een aantal scheerbomen maken weer tezamen een kettingboom. Om een idee te geven, op één kettingboom zit ongeveer de omtrek van de hele aarde. Technical woven and knitted fabrics are also made in this way. One special product is, for example, the bobbin. Not least because Van Hieck Scholko International is the biggest manufacturer in the world in this segment. Bobine wordt gebruikt voor dit product. In feite wordt het gebruikt als dragend materiaal voor
dekblad van sigaren. Dus in feite is het zo dat een dekblad wordt uitgesneden, wordt er opgelegd. Dus in feite de vorm van de sigaar die ligt in de lengte. Dames in Sri Lanka of Indonesië snijden dat dekblad uit, leggen het hier op. Plus minus 10.000 van die dekbladen worden hier opgelegd. Vervolgens wordt dat opgerold, gaat op transport naar Europa, wordt ingevroren om de werking van insecten tegen te gaan. Vervolgens komt het terug in Europa, wordt weer in koelcellen geplaatst, gaat dan op een sigarenmaakmachine en in feite wordt dan het dekblad er afgezogen en om de sigaar gebracht. Dus in feite kunnen we zeggen dat praktisch alle sigaren die in Europa gerookt worden, gelegen hebben, althans het dekblad van die sigaren gelegen heeft op het dragenmateriaal van Van Heek. En wij zijn daar absoluut de allergrootste in de hele wereld. Van Heek Schalko International is one of the few textile giants to re-emerge strongly from the last century. However, it is also quite a different company with completely different products. It's often said that Van Heek Schalko International manufactures textiles but does not sell 1 meter on the textile market. Van Heek Schalko International, traditional textile craftsmanship for the innovative products of tomorrow.